Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Het is op dit moment min 10, maar wij gaan voor jullie al het vuurwerk van de Aldi afsteken. Als het goed is, hebben jullie in de laatste video kunnen zien wat we hebben gekocht bij de Aldi. Het was niet veel soeps, het fonteinenpakket. Oftewel, wat is het etenpakket? Nee, het Pyro Party pakket. De ratellinten. En dan hebben we ze van 2021, dat was deze. En 2022, want die heeft hier Cracklin Whip erop staan. Dan hebben we de nitro's. Deze fonteintjes. Dan hebben we dit vuurwerk mix pakket. Ik vind het altijd wel een grappig pakket. Maar ja, of het wat voorstelt, gaan we zo achterkomen. En deze gaan we ook even overdag stoken, jongens. We hadden dit laatst in de video laten zien. In het donker, maar ik wil ze ook even overdag filmen op deze mooie locatie. Let's go. Nou jongens, het moment is daar. We gaan even laten zien. Gaat de cameraman echt verbaasd zijn. Hoe zacht de ratellinten van 2024 zijn. Volgens de badge, ik vind het gewoon dit jaar. Oh, hij gleed gewoon. Ratellinten, man. Gek, hè? Overdag. Zo slecht zijn ze dus echt. Niet de moeite waard. En weet je wat? Dan gaan we gelijk even deze laten zien. De Crackling Whip. Want deze hebben we dus vanochtend gekocht. Dit is dus de badge van 2022. Dan ga ik wel laten horen dat deze wel beter zijn. Ook niet alles, maar er komt in ieder geval geluid vanaf. Eén klein stukje beter, man. Ja, man. Het slaat nergens op. Ik had het gisteren al gezegd, jongens. Maar kat 1 is gewoon vanaf dit jaar gewoon dood, helaas. Er is geen enkele winkel die nog wat goeds heeft. Behalve de Lidl. Maar zodra dat uitverkocht is, dan weet ik zeker dat dat het is. Ja, jongens. Knetterkies, overdag. En gisteren ontplofte er eentje, gek. Dus ik zal even uitkijken. Vind je het goed? Ja? Ja. Valt mee. Ze zijn minder dan vorig jaar, geloof ik, hè? Net ietsjes. Kom maar, lekker stoken, jongens. Nou, op zich wel goed, hè? Ja, het zijn niet de slechtste. Die van de Big Bazaar die zijn minder. Ja, man. Nou, dan hebben we deze nog. Dan hebben we hier de knetterfonteinen. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon knetter kings, jongens. Wat een mooie locatie, kijk dit. Nou, het stelt niet heel veel voor, ik zeg je eerlijk. Wat een kou, zeg. Nitrootjes, jongens. Ik hoop niet dat ze knallen. Zo, huh? Kijk, dit zijn wel grappige dingen op zich, maar ook zo stil vuurwerk, joh. Het slaat nergens op. Dan hebben we nog een Pyro Party Box. Is dit dan de moeite waard? Knetterwonders. Wat zijn dat dan? Kijk, dit zijn de oude vertrouwde fonteinen van de Aldi. Misschien kan jij er eentje afsteken of zo. Sierfonteinen. Is dat de moeite waard? Ik hoop niet dat die knalt, gek. Ja, zie je. Dat was hem zeker. Ja, dat dacht ik al. Knetterwonders, daar ben ik benieuwd naar, man. Wat houdt dit dan in dan? Oh ja, voor mij zijn dit gewoon knetterrotjes, ja. Knetterwonders zijn dus knetterrotjes, jongens. Zet ik er maar eentje aan. Lijkt op een nitraat. En dat was hem. Ja, dan hebben we deze ook nog, jongens. Vuurwerk mix pakket. Lijkt wel een pizzadoos, gek. Moet je kijken, jongens. Ratellinten, hey, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Wat zijn deze dan beter of zo? Ja, even kijken, zijn deze dan goed of niet? Nee.
Daarom zeg ik altijd, jongens, ik heb het in de vorige video ook gezegd, bewaar allemaal je bonnetje. Want dan kan je het terugbrengen op het moment dat het zo slecht is. Hé, hey, wat zijn dit voor gekke dingen? Lijkt wel vlinders, hè? Kijken. Lijkt wel vlinders, gek. Knetterrotjes, zegt hij. Maar dat zijn volgens mij omgelabelde bonbonnetjes. Oh, maar die zijn wel beter. Wat je ook nog hebt, zijn de grondhuilers. Oftewel deze dingetjes. Vroeger verkochten ze die volgens mij ook nog los. Maar deze zijn gewoon van Leslie. Dus die schieten niet weg, denk ik. Zo, toch wel, hè? Schieten toch wel weg, man. Een soort babypijltjes, hè? Huh? Een soort babypijltjes. Zo. Nou, knetter kings. Zo, zag je dat? Dat bedoel ik dus. Sommige knetter kings knallen dus, jongens. Laat weten in de reacties of jullie ook een knallende knetter king hebben gehad. We hebben knallende knetter kings. Dan klappen ze daar. Ik zet ze even neer. En dan stook ik gewoon allemaal even achter elkaar die kut van kleine. Die zijn niet slecht, man. Deze zijn oprecht wel goed, hè? Dat waren deze dus. Knetterfontein. Toch, of niet? Die zijn niet slecht. Als deze gilt, is het hem niet. Zie je? Dit zijn nog de beste die wat ze in totaal hebben, denk ik. Ja, klopt. Hij gaat ook echt door. Het valt me op, jongens, heel veel productiefouten. Sommige knallen uit elkaar. Dit jaar. Dan is het zachter vuurwerk, maar sommige knallen gewoon. Hoe bizar is dat? Thanks voor het kijken naar deze video, jongens. Laat weten of jullie nog naar de Aldi zijn geweest naar onze video's over dat het veel minder is dan andere jaren. Ik ben heel erg benieuwd. Laat weten wat je dan hebt gekocht en welke badge je bent tegengekomen. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En binnenkort veel meer video's, want er staan nog heel veel polenvideo's klaar. Later.